Zondagavond laat kwam het nieuws naar buiten dat PSV en AZ akkoord waren wat betreft Adam Maher. En dus meldde de speler zich maandagochtend bij Top Support in Eindhoven. De longen werden getest, het hart werd getest en natuurlijk werd er gefietst. En Maher, die heeft er zin in. Het is toch wel lekker om weer naar een nieuwe stap te gaan en naar een topclub te gaan. En ik denk dat het alleen maar goed is ook voor mijn ontwikkeling. Ja, hoe zijn de afgelopen weken voor je geweest? Want er werd wat aan je getrokken. Wat gaat hij doen? Uiteindelijk dus de keuze gemaakt voor PSV. Hoe heb je dat beleefd? Nou ja, ik heb het heel rustig beleefd. Dat was alleen meer mensen er rondom. En die maakten er meer een hype van dan het was. En de klus moest er eerst uitkomen voordat er eigenlijk iets kon beginnen. En uiteindelijk zijn de clubs eruit gekomen. En ben ik nu PSV. Bijna, zeker. Ja, waarom de keuze gemaakt om naar Eindhoven te gaan? Nou ja, PSV heeft zijn best gedaan om mij te halen en die heeft voor mij gevochten eigenlijk, zo kan je het zien. En dan wil ik alleen maar terugvechten om het als prestatie te laten zien. Het meest van de voetballers? Het is allemaal nieuw, nieuw trainer, veel nieuwe spelers, talent eigenlijk. En daar moeten we het mee doen en ik denk dat we een heel goed team hebben en dat het goed gaat komen. Ja, voor jouzelf, wat voor stappen wil je gaan maken, wat wil je hier bereiken? Dit is wel een topclub en het is wel lekker om hier te spelen en lekker onder druk en dat de mensen meer van je gaan verwachten. En ik hoef niet te vergeten dat AZ ook topjaar heb gehad, maar dat ik wel toe was aan een nieuwe stap. Wanneer kunnen de fans jou op het veld zien voor het eerst? Waarschijnlijk begin ik 8 juli met trainen, dus dat is maandag. En dan is het te hopen dat de PSV-fans de komende seizoenen dit soort dingen gaan zien van Adam Maher. Maar dan natuurlijk in PSV-shirt.